gekomen. Ja, zo heeft dat gegaan. Maar dat is niet gehoord. Dingen lopen in. Nummer 75. Daar heb ik het grootste gedeelte van mijn jeugd doorgebracht. Ik geloof dat ik 2 jaar was. Toen zijn we hier gewoond. En ik heb hier zeker gewoond tot mijn, wat was ik, 21, 22. Toen ben ik getrouwd en vertrokken. Van hier vandaan gingen we altijd de bos in om te spelen. Jeugdherinneringen. Een stuk aangepoot bos, een stuk natuurbos. Hier heb ik mijn jeugd doorgebracht. Een kleine 2 kilometer hier vandaan woonden wij. Alle vrije uurtjes die we hadden zaten we dag en nacht hier in het bos. Onder andere hier, zoals wij het noemen, het heksentunneltje. Vermoedelijk een oud tunneltje waar vroeger transporten doorgevoerd werden naar Duitsland. Dat was voor ons avontuur. En dan kwamen we hier, zo'n 25 meter verder, onder een laag van pakweg, ik denk een meter of 10 aarde, aan de andere kant uit. In een stuk bos, waar als je 's morgens vroeg kwam, zag je de ree rennen met jonkies. Er waren waterpoelen met salamanders. Allemaal verleden tijd. Het enige wat ik nog hoort is het fluiten van de vogeltjes. Ik was denk ik 9 jaar, 10 jaar en toen hadden we nog echte winters in Nederland. Dat we echt weken achter elkaar in de sneeuw konden spelen. Onder andere ook weer in ons avonturenbos, zoals dit pad hier. Dat lag helemaal besneeuwd. En wij maken het zo dat we hier met onze slee, zoals echte bobslees, met een rotvaart naar beneden konden gaan. Hier een weiland van een boer. Daar gingen we met de sledes naar beneden. Maar omdat hier ontzettend veel grondwater in zit, want het gaat aan die kant naar boven, dat is eigenlijk van oorsprong de oude Maasoever, hebben ze hier een waterbekken moeten maken voor het grondwater op te vangen. En het gaat via sloten, wordt het afgevoerd tot aan kasteel de Rolmule toe. Van daaruit gaat het weer verder naar de Maas. In de zomerdag was dit nog mooi water en we mochten het niet van onze ouders, maar wat was er nog mooier als gewoon in je onderbroekje hier vanaf te duiken en zwemmen. Heerlijk. Natuurwater. Lekker toch? Tijden veranderen. De tijd staat niet stil. Alles verandert. Zo ook hier waar ik opgegroeid ben. Daar ben ik geboren. Die kant op. Richting Kerktoren was mijn lagere school. Achter mij stond de gymzaal. En als we die kant op gaan, wat nu een weg is, dat was vroeger niets. Er liep een treinspoortje naar boven toe, van de kleifabriek, helemaal tot in Duitsland toe. Dat kan ons niks bommen. Die geluk blieb hier.